In 2050 is de Nederlandse overheid verplicht 100% circulair in te kopen. Dat heeft gevolgen voor toeleveranciers in grond, weg en waterbouw. Naast mij staat Jaap Schotanus van Biobound. Biobound levert circulaire, biobased materialen en prefab betonproducten voor de inrichting van de openbare ruimte. Jaap, Frans, waar staan we hier? We staan hier in Zaandijk. In Zaandijk? Op de Triangelhof. En hier hebben wij een aantal jaren geleden de materialen mogen leveren voor de herinrichting van deze wijk. Ja, want dit is een woonwijk. Ik zie laagbouw, ik zie woningen hier aan het water, schitterend, veel groen. Ook hoogbouw hier vlak voor ons, heel gevarieerd. Ja. Deze wijk is, zoals je net tegen mij zei, gerevitaliseerd. En wat hebben jullie hier gedaan? Nou, alle oude bestratingsmaterialen die echt aan vervanging toe waren, die zijn afgevoerd naar de breker. Maar dan wel zodanig dat de oude materialen gebroken zijn en weer hergebruikt voor nieuw beton. Ja. En wij hebben onze biobased betonmaterialen mogen leveren. De trottoirbanden, de tegels en de betonstraatstenen. De straatstenen die ik hier zie, ja, allemaal duurzaam, circulair? Allemaal duurzaam, circulair en biobased. Okay. Voldoet dit al aan die eisen die ik net noemde van 100% circulair inkopen in 2050 bij de overheid? Lopen jullie daarop vooruit? Daar hebben wij 8 jaar geleden al de keuze in gemaakt om deze producten te gaan maken. En samen met het Kiwa hebben we uiteindelijk de trajecten doorlopen om de materialen ook allemaal onder certificaat te krijgen. Mm-hmm. Ja, en dat geeft natuurlijk de overheid in het algemeen de zekerheid dat onze materialen voldoen aan de NEN-normeringen die gesteld worden, ook aan de standaardproducten natuurlijk. En deze voldoen ook. Onze producten voldoen daar dus ook aan. Ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat de keuze voor dergelijke materialen, die wordt gemaakt van achter bureaus, van achter vergadertafels. Ja. Maar er zijn ook mannen en vrouwen die moeten mee werken, die moeten dit leggen, plaatsen. Is dit materiaal op dezelfde manier te verwerken als zij gewend zijn? Ja, dat hebben we inderdaad in de praktijk moeten ervaren van, is een steen bijvoorbeeld goed te knippen? Ja, onze steen is niet anders dan andere stenen, gewoon goed te knippen. Het is machinaal te verwerken, de tegels en de stenen. Dus er is eigenlijk geen wijziging op de manier van aanbrengen aan de traditionele producten. Okay. Jij gaat hierover spreken? Graag. Op 30 mei, zeker, tijdens de kennisdag van Morsukhoff City Styling. Jaap is een van de sprekers tijdens die kennisdag over 100% circulair inkopen door de overheid die Morsukhoff City Styling organiseert op 30 mei. Die dag ben ik je voorzitter en als je die dag niet wilt missen, meld je dan aan via de link die nu in beeld verschijnt. Doe dat meteen, want het aantal plaatsen is beperkt. En Jaap en ik kijken er naar uit je op 30 mei te zien en te spreken.